Op 4 augustus waren Januari, Ellie, Lars en Wil bij het koepeltje om er te duiken. Tijdens het omkleden zagen zij aan de kant een jacht met de naam De Vloggende Bestemming. Ellie en Jan herkenden dit. Het schip is eigendom van Kees en deze was vroeger cameraman voor onder andere Veronica en SBS6. Tegenwoordig heeft hij een eigen reisvlog en plaatst deze op het YouTube-kanaal met de naam De Vloggende Bestemming. Kees was nieuwsgierig naar de duikers en stelde heel veel vragen voor zijn vlog en filmde de voorbereiding van de duik. Er werd afgesproken dat de volgende video van de God verwijst naar De Vloggende Bestemming en vice versa. Omdat de beelden van Kees begeleid worden door veel spraak, heeft deze video van duikvereniging De God ook gesproken commentaar. Op de luchtbeelden zie je dat het vanuit het haventje een flink stuk lopen is naar de steiger. Deze zie je linksboven in beeld. Op de steiger is het druk en er werd geprobeerd krabben te vangen. Hierdoor waren de dieren onder water erg schuw en soms agressief. Dit kun je op de onderwaterbeelden zien. Op deze duikstek kun je op 2 manieren duiken. Je kunt bij de stenen duiken, maar je kunt ook het zand volgen. Op de stenen kom je andere planten en dieren tegen dan op het zand. Dit keer werd ervoor gekozen om boven het zand te duiken. De krabben blijven het liefst in de buurt van de stenen, maar ze jagen ook op het zand. Soms zie je 2 krabben die elkaar innig vasthouden. Het mannetje houdt het kleinere vrouwtje vast totdat ze verschaalt. Dan draait ze zich om en als ze buik aan buik liggen, dan vindt de paring plaats. Tijdens het duiken op het zand moet je voorzichtig zijn. Voor je het weet maak je veel stof. Niet alleen duikers doen dit, maar ook de dieren. Soms met opzet, omdat in het stof een prooi moeilijker te volgen is dan in het heldere water. Dit zijn gewone garnalen. De Latijnse benaming is crangon crangon. Ze behoren tot de kreeftachtigen. Deze dieren kunnen zich heel goed verstoppen in het zand. Omdat ze minder dan 1 centimeter groot zijn, zie je ze bijna niet. Ze eten alles wat ze tegenkomen en schuieren hiervoor het zand af. Dit visje is geen paling, maar een botervijsje. Je herkent ze aan de zwarte vlekjes op de rugvin. Deze vlekken lijken een beetje op patrijspoortjes van een schip. Het botervijsje leeft op de rand van het zand en de stenen. Hier zien we een diertje dat echt op het zand leeft. Het is een sepiola, een inktvissensoort. Deze wordt niet groter dan 1 centimeter. Vaak wordt gedacht dat dit een jonge zeekat of sepia is. Een zeekat wordt veel groter. Je kunt het verschil zien doordat de vinnen van een sepia zich als een rokje langs het hele lichaam bevinden. Een sepiola heeft de vinnen aan de achterzijde en ze lijken op bewegende oortjes. Op een van de andere video's van de vereniging kun je parende zeekatten zien.
Hierbij komen we aan het einde van de duik. Als je deze video leuk vindt, abonneer je dan door op het logo van de vereniging te drukken. Wil je kennis maken met het duiken, dan kun je onze internetsite bezoeken. Vergeet vooral niet naar het kanaal van de vlog om de bestemming te gaan. Daar kun je binnenkort het vlog van Kees zien, waar hij ons tijdens deze duik volgde.